hier bij de herdenking van de Razzia, vandaag 80 jaar geleden. Nou, speciaal welkom ook voor onze burgemeester, Henk Bolding. Welkom. We hebben vandaag twee kinderen die met ons een gedicht gaan voorlezen. Esmael Shaya en Estra Geerts. We hebben Heidi de Vries, die gaat de tap toe blazen. Ja, 80 jaar geleden, natuurlijk lange tijd geleden, het laatste jaar van de oorlog 1944. In de Tweede Wereldoorlog houden de Duitse bezetters op 25 april 1944 een grote razzia in de toenmalige gemeenten Middelstum, Dedem, Zuidwolde en Winsum. 5 mannen worden doodgeschoten en bijna 150 mannen worden opgepakt en naar de kampen in Duitsland gestuurd. Vele van hen zouden nooit terugkeren. Anderen worden voor het leven getekend. De razzia is een wraakactie van de Duitsers, omdat het verzet een paar dagen daarvoor op het station van Dedem de foute politieagent Jannes Luitje Keijer had doodgeschoten. In de vroege ochtend van 25 april 1944 omsingelen zo'n 1000 Duitse soldaten en leden van de beruchte Sicherheitsdienst, de SD, de dorpen Zuidwolde, Dedem, Stedem, Winsum en Middelstum. In een straal van 15 kilometer rondom Dedem worden alle wegen afgezet. Alle jonge mannen tussen 17 en 27 jaar worden opgepakt. De razzia is een wraakactie van de Duitsers na de moordaanslag op de politieagent Keijer. Ik wou nu het woord geven aan de burgemeester. Ben ik zo goed verstaanbaar? Als mensen willekeurig worden opgepakt, neergeschoten, afgevoerd, geslagen en gemarteld. Als er rechteloosheid heerst en kwaadaardige macht in handen is van een tyrannieke dictator. Als we ons niet blijven herinneren wat er gebeurde op 25 april 1944 hier op deze plek in Dedem, Zuidwolde, Winsum en Middelstum. Als we achterloos voorbij lopen aan deze plaketten. Als we zouden denken, ach, dat was toen, lang geleden. En nu, als er geen mensen zijn die opstaan en zeggen, tot hier en niet verder. We eren de doden en overlevenden. Het leven en ons eigen diepste besef van veilig thuis. Er worden verhalen verteld, de razzia wordt herdacht. We staan stil bij het feit dat geweld in de lente bestaat. 80 jaren transformerende herinnering, zachtjes, maar steeds fermer naar een waarschuwing. Met zoek bloeiende meidoentakken, in haar rechterarm speelde de bruid. Verderop in het veld werd zijn vader in de eendenkooi gestopt. Vannacht zal moeder hem eten nemen. Na de razzia komt hij terug naar huis. Razzia is een griezelig woord, maar het meisje voelt zich veilig. Ze zwaait met haar lege arm naar het verlaten veld. Want haar moeder spreekt de waarheid en haar vader is nood.
Dat zijn weer 92 opgezocht.